De EBS heeft door koperdiefstal in het onderstation Te Powaka maandagochtend meer dan 8000 SRD-schade geleden. De dieven hebben kabels gestolen om het koper te winnen. De wachters zeggen niets te hebben gemerkt. Behalve dat de politie onderzoek doet, is de EBS zelf bezig de zaak intern te onderzoeken. De twee wachters zijn per direct ontslagen. Elke diefstal van equipment van de EBS zorgt voor onnodig oponthoud in de dienstverlening naar de samenleving toe. De EBS doet een beroep op de gemeenschap om bij het ontdekken van diefstal de politie direct in te schakelen op het alarmnummer 115 of te bellen naar de klantcontactcenter van de EBS op het nummer 175.